Er is een oplossing gekomen in het verschil over tariefsaanpassingen tussen de medische specialisten en Surfam. Medische specialisten accepteerden tot en met vandaag geen garantiebrieven van personen die zijn verzekerd bij een van de assurantiemaatschappijen. Minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken zegt dat door bemiddeling van vicepresident Brunswijk vanmorgen overeenstemming is bereikt tussen de partijen. Voorlopig zijn we eruit. De groepen zijn akkoord gegaan, hebben een overeenstemming bereikt. De vicepresident heeft heel goed werk verricht om te bemiddelen. Vanmiddag gaan ze tekenen en voorlopig is er rust tussen de Surfam en de specialisten. En daar ben ik heel erg blij om. Dat in ieder geval de garantiebrieven worden geaccepteerd als je bij de Surfam zit. En dat je niet hoeft bij te betalen wanneer je bij de Surfam bent verzekerd. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid bevestigt dat per heden er geen bijbetaling aan patiënten zal worden gevraagd. Hij laat weten dat de tariefsaanpassing per groep verschilt. Er zijn verschillende afspraken gemaakt waarbij er een periode van 3 maanden aangenomen wordt om te komen tot definitieve kostprijscalculaties. Maar ergens in de range van een 50% verhoging van tarieven, zo moet je het zien. Dat zijn vastgelopen tarieven, vastgelopen onderhandelingen van de jaren al, die nu daadwerkelijk aangepast moesten worden. En het is de mening van de regering. Wat je wel gaat krijgen is dat als gevolg daarvan er een aanpassing van premietarieven zal komen bij de particuliere verzekeringen. Maar daar kan ik nog niet veel over zeggen. Maar het is wel een consequentie van de aanpassing van de tarieven aan de dienstverleners, zoals het wordt gesteld. Dat ook bekeken wordt. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid vanmorgen voor de raadsvergadering.